René Vriessen, gefeliciteerd met de 2-1 overwinning hier in Hengelo. Ja, dankjewel. 3 punten in de zak en snel naar huis toe, denk ik. Je komt al heel snel op voorsprong. Voor mij was een eigen doelpunt. En toen was het volgens mij alleen maar Achilles 12 die de klok sloeg. Ja, dat is een beetje de keuze hoe je maakt om te voetballen. We hadden gezegd tegen elkaar dat we iets terug zouden zakken. Ja, dan kun je hun laten voetballen en dan komen wij niet in ons spel. Tweede helft hebben we tegen elkaar in de rust gezegd van we gaan gewoon vooruit voetballen en dan dwingen we kansen wel af. En dan zag je denk ik in het veldspel wel terug dat we meer balbezit hadden en beter aan het voetballen kwamen. Maar nog onrustig en lastig te bespelen veld wat je hier hebt. Maar ja, 3 punten in de zak denken we maar en het is klaar. Ik begrijp dat je liever over de tweede helft wil spreken, want die was volgens mij wel wat beter dan de eerste helft. Maar laten we kijken naar het begin van de wedstrijd, de opstelling. René Vriessen, rechtsback. Ja, dat is voor menigeen denk ik zeer verrassend. In de voorbereiding met de andere trainer Scott heb ik daar ook gespeeld. En het ging niet onaardig en we hadden de bedoeling om dat ik er af en toe overheen kwam. Maar omdat de linies zo ver uit elkaar lagen en hun aan het voetballen kwamen, kwam ik daar eigenlijk niet aan toe. Dus ja, in de tweede helft kwam daar denk ik iets meer van pas, maar het is niet helemaal eruit gekomen wat we voor ogen hadden. En moeten we kijken hoe we dat de volgende keer beter kunnen gaan doen. Want die kwaliteiten liggen er wel. Je gaat met 1-1 de rust in. Wat zegt Peter dan? Nou, dat er in feite niks aan de hand is en dat we niet goed spelen. En we spelen te ver. Niks aan de hand? Ja, in scoringsopzicht is er niks aan de hand. Er staat 1-1 en we kunnen nog alle kanten op. En we hadden een keuze gemaakt om in te zakken. En de tweede helft hebben we, of in de rust heeft Peter gewoon aangegeven. Ja, wat vinden jullie er zelf van? Zelf kwam al in de groep al wel een beetje van, we willen toch met druk vooruit gaan spelen. Omdat we hun achterin te veel aan het voetballen lieten. En dat resulteert denk ik in de 2-1. Waar meer je druk meer vooruit kunt spelen. Hun rond de 16 meer overtredingen moeten maken en meer ballen voor kunt gooien. Hoe was de sfeer in het veld? Want als we kijken buiten het veld, was hij toch behoorlijk irritant. Ja, het is lastig te bespelen veld. Er worden veel overtredingen gemaakt. Niet altijd met opzet. Sommige wel, dat geef ik ook eerlijk toe. Ik was hier ook zelf een keertje te laat waar ik terecht een gele kaart voor krijg. Je probeert door middel van vechten en alles uit de kast te halen, probeer je toch die overwinning over de streep te trekken. En dat is ons doel, dat is 3 punten. Weer een stukje dichterbij handhaving. Handhaving, kom op hé. Ja, dat is ons eerste doel nog en we willen absoluut naar boven blijven kijken. Maar dat is ons voornaamste doel en dan zijn we 3 punten bij. Afloop terechte winning of een gestolen overwinning? Nou, weet je, het had allebei de kanten op gekund, denk ik. Denk in het overzicht, hun hebben niet heel veel kansen gehad. Een paar schoten van afstand waarvan je denkt, ja, die kan er een keer invliegen. Ik denk dat gezien de eerste helft hun meer balbezit hadden, wij de tweede helft iets meer, wel iets meer dreiging naar voren hadden. Ja, of het terecht is, durf ik niet te zeggen. Maar dat boeit me eigenlijk ook heel weinig of het terecht is. We gaan dadelijk met z'n allen lekker de bus in, een biertje drinken en op naar Zevolde en op naar de volgende wedstrijd. In ieder geval nogmaals gefeliciteerd en bedankt. Dankjewel.